Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hier op Itzoltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik zou eigenlijk aankomend weekend zou ik gaan vloggen. Maar het was zo ontzettend warm dat ik besloten heb om het weekend gewoon niks te doen. Het was gewoon veel te warm buiten. Als het goed is zijn dit de laatste dagen zijn het. En dan, als het goed is, dan is het weer wat beter weer. Dus ik hoop dat het vloggen dat het weer snel op gaat pakken. Het was gewoon echt het was gewoon niet normaal de hitte. En daarom ben ik lekker thuis gebleven. En heb ik zo rustig mogelijk aangedaan. En die vlogs die komen nog. Ik ga die vlogs sowieso zeker weten nog opnemen. Die leggen in ieder geval nog op de planning in ieder geval. Ik heb deze week dus, of afgelopen week heb ik eigenlijk weer gewerkt eigenlijk. Ik heb natuurlijk 2,5 weken heb ik in de ziektewet gezeten. En ik ben inmiddels weer begonnen met werken in ieder geval. Ik ben maandag tot woensdag heb ik 4 uurtjes gewerkt. En ik heb donderdag en vrijdag heb ik 6 uurtjes gewerkt. En morgen als het goed is weer volledige dagen werken. In ieder geval als het aan het weer legt. Want we worden eerder naar huis gestuurd vanwege de hitte. Vandaag was als het goed is de warmste dag. Dit is op dezelfde dag opgenomen als dat het online kwam. Dus in ieder geval, dit was de warmste dag. Als het goed is, gaat dinsdag komt de onweer en zo. Dus dan is het voorbij met het mooie weer, jongens. Dan is het voorbij. In ieder geval heb ik van het weekend eventjes lekker rustig aangedaan. En zijn er nog meer dingen? Jawel. Ik kreeg op Facebook heel veel berichten van wat is er met Bokito aan de hand. Nou, Bokito, die heeft momenteel een... Ik moet het toch even filmen. Ik vind het zo zielig. Hij heeft een kapje op. Ja, Bokito heeft een kapje op. En dan zou je zeggen van waarom heb Bokito dat kapje op? Nou, Bokito die heeft al een paar dagen of een paar weken heeft hij last van zijn oor. Dat is kapot. En elke keer gaat hij eraan lopen krabbelen. En als hij gaat krabbelen, dan gaat het bloeden. En binnen no time zit dan het hele huis onder het bloed. Omdat hij dan gaat lopen krabbelen. Het gaat open, het gaat bloeden. En meneer die gaat dan met zijn kop lopen schudden. En er zit alles onder het bloed. Moet ik alles weer schoonmaken en zo. Dus we zijn naar de dierenarts geweest vrijdag. Zonder hem in ieder geval. Want telefonisch hadden we al wat contact opgenomen. Over Bokito. En wat ik dus al zei. Hij moet zijn oor met rust laten. Hij mag niet aan zijn oor zitten. En daarom zit die kap ervoor. Daarom zit de kap ervoor. Hij mag dus niet het weer openkrabbelen. Want elke keer als het openkrabbelt. Zo gaat het natuurlijk nooit genezen. Dus dat is eigenlijk hetgene met Bokitootje. Wat er momenteel aan de hand is. Hij moet... Een week op. Nou, het is inmiddels dus zondag. Dus hij moet nog 5 dagjes moet hij het even volhouden. En dan mag hij de kap als het goed is weer afdoen. Hè, Bokito? Dan is je oor weer helemaal netjes. En dan mag je de kapje afdoen, hè? Ja, hoef je ook niet meer te krabbelen. Ik vind het zo zielig. Ja, het is echt zielig. Ik heb vrijdag heb ik... Vrijdag heb ik 3 keer, 4 keer zelfs volgens mij, heb ik die kap opnieuw op moeten doen. Want hij probeerde elke keer die kap eraf te halen. En dat lukte hem nog ook elke keer. Dus als de kap eraf was, dan moest ik weer de kap erop zetten. Dus dat heb ik gedaan in ieder geval. Na 3 of 4 keer, toen was het voorbij. Toen had ik hem volgens mij goed genoeg vastgezet. Want momenteel probeert hij er ook niet meer. Af en toe probeert hij het nog wel eens. Maar hij is nu wel wat... hij houdt het wat rustiger. En hij heeft nou niet echt de intentie meer om die kop er elke keer af te trekken. Dus het gaat de goede kant op met hem. Dat is in ieder geval sowieso is het wat.
Dus ja, ik hoop dat het, ja, dat het snel over is. En dan kan hij lekker die kap afdoen. En dan kan hij weer gewoon lekker normaal gewoon hollen en hobbelen. Dus ja, Dribbel die vond het wel heel erg interessant. De eerste keer, vrijdag. Ja, en dan ging hij er naartoe en zo. Ik zei, ja, je moet hem niet plagen ermee. Want dat is ook niet de bedoeling. Ja, het is echt... ja, hij loopt nog een beetje... Ja, eten is er nou ook moeilijk. Maar ja, of dat eten nou ook een beetje aan het aan die kop is, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt is door het warme weer. Want het is natuurlijk ook wel heel erg warm weer. En dan eten ze toch ook minder. Dus, maar hij legt heel vaak... Hij legt gewoon heel veel legt hij momenteel. Dus ja... Ik laat hem maar een beetje gaan. Dan, ja, het lijkt mij het beste. Als ik hem een beetje laat gaan, dan kan hij gewoon een beetje lekker rustig op zijn gemakje zitten. En ja, ik probeer me zo min mogelijk te belasten ermee. Dus ja, het moet maar eventjes zo. Het moet maar eventjes. Dus ja, dat was in ieder geval even alle updates. Ja, ik zou echt 3 vlogs zou ik opnemen van het weekend. Dat was eigenlijk mijn bedoeling om 3 vlogs op te nemen. Die locaties die blijven voorlopig even staan. En die locaties die ga ik even op een andere dag opnemen. Als het weer, ja, als het weer, ja, als het weer iets beter is. Nou ja, beter is. Als de temperatuur een beetje naar beneden is. Dan wil ik het weer op gaan pakken. En dan wil ik die 3 locaties wil ik filmen. Waarvan er dus eentje heel erg leuk is. Ja, dat wil ik echt nog even een keer filmen. Want voordat dat weg is, wil ik dat nog even een keer gefilmd hebben. Dan weten jullie al een klein beetje, zoals ik al in de vorige vlog zei, van hoe en wat. En ja, wat een klein beetje voor video kan wezen. In ieder geval, ja, dit was eventjes de babbel. Eventjes. Dit wou ik even allemaal kwijt. Eventjes. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, ja, vonden jullie deze video leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi.